Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een mega shoplog voor jullie. Ik ben namelijk bij de Action geweest en bij de Primark en daar heb ik de meeste spullen gekocht. En nog een paar losse spulletjes van een paar andere winkels en daar ga ik mee beginnen. De prijzen die zal ik eventjes hiernaast in het beeld zetten. Als je benieuwd bent naar welke spullen ik heb gekocht, dan zou ik zeggen, kijk zeker even gezellig mee. En sowieso, als je heel erg houdt van shoplogs, doe alvast je duimpje omhoog. Ik kocht een aantal dingetjes bij de Vibra. Dat zijn voorraaddozen. Ik was op zoek naar voorraaddozen. Ik vind het ideaal om losse rijst in te doen. Of bami. Dat zijn allemaal van die dingen die in doosjes zitten. En dat gebruik je meerdere keren. En vaak als je het in een kast hebt staan, komt er stof bij. En ik dacht, ik wil gewoon een afsluitbare doos hebben met een hoog formaat, zodat dat bami er gewoon goed in kan. Je kan ook gewoon dit dan open doen. Hier heb je een groot gat en hier heb je bijvoorbeeld kleine gaatjes als het echt iets is om te strooien, maar je kunt gewoon uiteraard de deksel eraf halen en dan ja, kun je hier gewoon je spullen in doen. Dus ben ik wel heel erg blij mee. Was ook wel heel erg grappig dat ik dit dus bij het filiaal bij mij in de buurt niet tegenkwam, maar in Zwolle gewoon echt wel. Dus die. Dit is een beetje een groene kleur en zo'nzelfde box die kocht ik dan ook nog in het grijs. Ik dacht wel leuk, ik heb twee verschillende kleuren, dus dat vond ik ook wel leuk. Daarnaast kocht ik ook nog zo'n box. En ik vond de kleur roze toevallig heel erg leuk en hier wil ik vermicelli in doen. Want vermicelli zit vaak niet zo heel veel in, dus dat ja, heb ik ook niet zo'n hele grote doos van nodig. Dus dat, deze doos die had ik ook bij de Vibra. Dan kocht ik ook nog twee producten bij de Kruidvat. Allereerst kocht ik deze douchecrub met peeling erin. Ik vind deze zelf heel erg fijn en die van mij die was gewoon bijna op. Dus ik dacht, heb ik alvast weer een nieuwe. Hier zitten fijne scrubdeeltjes in en ik vind hem heel erg fijn. En het ideale vind ik dat het in een tube zit, zodat je niet met je vingers in een pot hoeft. En daar kocht ik ook deze kapperslinealen. En ik knip altijd mijn eigen haar. En deze linealen leken me al wel heel erg handig. Want je kunt dan gewoon je haar ook recht afknippen. Je hebt dus een grote en een kleine. En hier staat ook nog een aantal plaatjes op die je... dat je bijvoorbeeld ook een schuine pony kan knippen. Maar hoe ze het gebruiken. En deze was nu met 50% korting. Dus heel erg afgeprijsd. En ik dacht, ja, komt altijd wel van pas zo'n lineaal. Ook bij het Kruidvat kocht ik deze hele leuke haarspeld. Ik had deze een paar weken terug al in de folie staan. Toen hadden ze ze eigenlijk helemaal niet. En nu zag ik ze heel toevallig liggen. Dus dat was wel apart. Ik heb voor een rondje gekozen. Ik vond deze combinatie wel leuk. Ik was heel erg aan het twijfelen. Want ze hadden ook gouden spelden. Maar ja, die ga je niet bij mij in mijn haar zien. Dus ik heb sowieso voor zilver gekozen. En ik vond dit rondje wel een leuke vorm. Dan ga ik nu door met de spullen die ik bij de Action kocht. Ik zal even beginnen met de spullen die niet in de tas pasten. Allereerst kocht ik houtvezel. Ik heb een konijn en ik zag nu toevallig dat ze ook houtvezel hadden bij de Action. En ik in vergelijking met de supermarkt waar ik altijd mijn boodschappen doe, was dit gewoon een stuk voordeliger. Omdat ik hier gewoon vaker mee doe. Want met de pakjes die ik in de supermarkt haal, dan kan ik maar één keer mee doen. En met deze kan ik gewoon meerdere keren mee doen. Dus dat was heel erg top. En ik kocht deze pannenset. Toen ik hem kocht, was die in de aanbieding. En ik had nog geen eigen pannen. En ik had deze set al wel een tijdje zien staan. En ik vond hem er wel heel erg mooi uitzien. Dus ik was wel heel erg benieuwd... ook hoe dit zou zijn eigenlijk. En ik had zoiets van ja, ik vind dit hele mooie pannen. Het zijn keramiek pannen. Gewoon met een glazen deksel erop. Niet heel veel bijzonders. Maar ik vond ze er heel erg mooi uitzien. Ik heb er ook een koekenpan van. Dus dat leek me heel erg handig. Er zitten drie pannen in. Eentje van 18 centimeter, eentje van 20 centimeter en eentje van 24 centimeter. Dus heel erg prima als je het mij vraagt. Ik kocht deze dus nog in de uitverkoop. Dus de prijs die jullie zien staan. Dat is de prijs die ik ervoor heb betaald toen die in de aanbieding was.
Dus ik kocht hem niet in de uitverkoop, maar ik kocht hem in de aanbieding. En toen was hij dus de prijs die je in beeld ziet staan. Dan kocht ik deze mini USB hub. En dit is een multicard reader, zit hier ook in. Ja, dit steek je gewoon in je computer en dan heb je dus plek voor 3 USB-apparaten, ideaal. Maar je kunt dus ook je kaartreaders erin doen. En ik heb hem eigenlijk meer gekocht omdat er een Pro Duo kaart in kon. Ik heb een Pro Duo kaart in mijn PSP zitten en die paste niet in mijn laptop. En ik wist anders niet hoe ik hem passend kon krijgen. En toen dacht ik, nou, dan haal ik gewoon zo'n reader. Die kwam ik toevallig nu tegen bij de Action. Dus ja, ik weet niet of dat dit werkt. Ik hoop dat het werkt. Hij was niet heel erg duur, maar goed. Ik denk ook dat je dit gewoon zelf in een USB stopt in je computer. Maar dat weet ik nu niet. Ik ga het even testen. Hij, met USB-kabel. Hij paste ook op een MacBook. En dat was het belangrijkste voor mij, dat hij daar mee kon werken. Ook deze set met snijblokken, die kocht ik in de actie, in de aanbieding moet ik zeggen. En dit is gewoon een houwer met 4 snijplanken erin, die geschikt zijn voor verschillende doeleinden. Dus ik had niet al heel veel snijplanken en ik vind het ideaal dat deze in een houder zit, staat gelijk netjes. Ik had deze eigenlijk al een tijdje op het oog en nu zag ik dat hij in de aanbieding was. Toen dacht ik, nou, dan kan ik hem wel meenemen, want het scheelde toch weer een euro. Dus deze is normaal 1 euro duurder dan de prijs die jullie in beeld zullen zien staan. Dan heb ik nog 2 producten die in de aanbieding waren. En dat was, het waren de washandjes. Die kocht ik dus ook in de aanbieding. Zijn normaal dus ook ietsjes duurder. Ik kocht een witte. Ik had eigenlijk nog maar 1 witte. En ja, je was ook niet aanzetten voor 1 witte handdoek. Dus ik dacht, ik neem er nog een witte bij. Of witte washand in dit geval. Dus een wit kleurtje. En daar kocht ik ook een handdoek bij. En ik heb al vaker handdoeken gekocht bij de Action. Ik vind ze prima. En deze is 60 bij 110 centimeter. En ik kan prima mezelf ermee afdrogen. Ik bedoel, hij hoeft ook niet super lang te zijn. Ik vind het een prima formaat gewoon zo. Dus dikke prima. Voor deze 2 producten geldt dus nogmaals de prijs die erbij staat. Die is de aanbiedingsprijs die ik ervoor heb betaald. Zijn normaal ietsjes duurder. Dan kocht ik even een nieuwe set met kledinghangers. Ik kwam hangers tekort en ik koop mijn hangers eigenlijk altijd bij de Action. Volgens mij heb je 10 hangers. Ja, 10 stuks. En ik vind deze altijd heel fijn omdat ze lekker plat zijn. En dan nemen ze niet zo heel veel ruimte in beslag. Dus die vond ik eigenlijk heel prima. Verder niet heel bijzonder. Dan kocht ik bij de cosmetica afdeling make-up, brushkwasten. En dit zijn dus van deze kwasten. Dit zijn van die kwasten waar je bijvoorbeeld je foundation mee aan kunt brengen. Het zijn een soort borstels. En ik zag deze al van heel veel merken voorbij komen. En toen zag ik dit setje bij de Action. En hij was zo betaalbaar dat ik dacht, hey, dat ziet er wel heel erg leuk uit. Ik weet niet of het goed aanvoelt, of het heel goedkoop aanvoelt, of dat het verder prima is. Maar ik vond het er wel heel erg tof uitzien. En ik dacht, het is wel leuk om hier bijvoorbeeld een first impression video van te maken. Dus laat zeker even weten als je het leuk zou vinden als hier een first impression video van komt. Staat gelukkig ook helemaal bij hoe je het kunt gebruiken. Dus als je niet thuis bent, is dat ook heel, heel erg handig. Maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dit aanvoelt eigenlijk. Dan kocht ik nog een bewaarblik met emocations erop. Ik ben dol op emocations en ik vond deze wel heel erg leuk met al die gezichtjes erop. En ik heb altijd wel dingetjes die ik op moet bergen in blikjes. En ik zag deze en ik vond hem zo leuk dat ik dacht, oké, die wil ik heel graag hebben. Het is gewoon een blik met, de binnenkant ziet er gewoon zo uit. Heel basic, heel normaal. Maar ik vond hem wel super top. En hier ook staat dan ook nog het logo van Emoji. Dus ja, ik werd hier helemaal blij van. Dan kocht ik ook hooi voor het konijn. Dit hadden ze ook bij de Action. En dit vinden ze gewoon heel erg lekker om te eten. En gewoon ook wel lekker om een holletje misschien mee te maken. Meestal eet mijn konijn het op, maar
helemaal nu straks toch weer wat de koudere periodes ingaat, vind ik het wel lekker om altijd ook hooi in de kooi te doen. Dus ja, ik was blij dat Action dat nu ook had. Dan kocht ik dit setje met drie pennen. Deze drie pennen die hebben allemaal een leuke tekst. Het is een zwarte pen, een witte pen en een grijze pen. Ik was op zoek naar deze drie combinaties, echt het witte setje. En bij de Action bij mij in de buurt hadden ze eigenlijk alleen maar steeds de andere kleuren. En in Zwolle kwam ik dit witte setje tegen. Dus toen heb ik hem gelijk in mijn mandje gedaan. Want ik vond deze zo erg leuk. En ik wilde ze gewoon heel graag hebben. Nou, deze shopper kocht ik ook nog. Want ik was zowaar weer eens een keer een tas vergeten. En ik dacht, ik ga nu gewoon voor de basic shopper. Want ook limited edities, die heb ik bijna al. Omdat ik altijd tasjes vergeet. Dus die moest ik ook even kopen. Daarnaast kocht ik een nieuwe ringmap. Mijn map die heeft het laatst begeven. Als je mijn vlogs ook volgt, dan heb je dat al kunnen zien. Ja, dan heb je dat kunnen zien. En ik kocht gewoon weer zo'n hele dikke map met ook zo'n ding erin die je over je papier heen kunt drukken. Ideaal. Ik vond die roze kleur gewoon heel erg tof. Lekker vrouwelijk. Lekker meisjesachtig. Ik hou er wel van. Ik dacht, nou, ik vind dat roze wel heel erg leuk. Dus ik neem een roze. Dan kocht ik ook nog even een nieuwe conditioner. Mijn conditioner is bijna op. Mijn conditioner die gaat echt als een malle zo hard. En ik zag deze bij de Action staan. Ik dacht, ik neem alvast gelijk weer een backup mee. Dan staat hij er gewoon. Kan ik nooit misgrijpen. En ik heb dan altijd de Intense Repair van Dove. Het laatste wat ik bij de Action kocht, dat was een gel nagellakje. En ja, ik ben heel erg dol op deze nagellakjes. Maar ze hadden echt de laatste tijd of hingen er helemaal niet meer. Of ze hadden alleen maar echt de kleur rood. Nu zag ik heel toevallig dat er een blauw kleurtje hing. Dit is marineblauw en ik vind dit wel een heel leuk kleurtje. Ik ben wel benieuwd hoe die gaat zijn. Dus ik heb weer gewoon een nieuw nagellakje voor bij mijn collectie. Ben ik heel blij mee ook. Dan ga ik nu door naar de spullen die ik bij de Primark kocht. Ik ben bij de Primark in Zwolle geweest, eventjes overigens. Dat kun je in de vlog van volgende week gaan zien. Dan neem ik jullie een stukje mee Zwolle in. En dan ga ik dus naar de Primark. Maar goed, dat komt dus in de vlog. Het gaat nu om de spullen die ik daar kocht. Allereerst kocht ik een nieuwe spijkerbroek. Ik moest echt een nieuwe broek hebben, want al mijn broeken zaten te groot. Ik ging eigenlijk gewoon voor zo'n basic model. Gewoon een blauwe. Ik had deze ook al, maar die zat me inmiddels te groot. Die heeft volgens mij ook een beetje stretch. Het is ook gewoon een lekkere skinny broek. Hij zit ook nog vrij laag op de heupen. Daar hou ik van. Ik hou niet van die hele hoge broeken. En ik kocht deze nu in een maatje 38. Want dat moest wel lukken. Dus volgens mij hebben ze deze altijd standaard. Ik was eigenlijk op zoek naar broeken met gaten. Maar de modellen die er nu hingen, die passen niet helemaal bij wat ik in mijn hoofd had. Dus dat heb ik niet gedaan, helaas. Maar wel een gewone basic spijkerbroek. Dan kocht ik ook wat ondergoed. En ik heb heel erg getwijfeld, ga ik dit aan jullie laten zien? Maar hey, we zijn allemaal vrouwen en we dragen allemaal ondergoed. Dus ja, waarom niet? We hebben het toch nodig. Allereerst kocht ik gewoon even een setje met broekjes. Met deze. En hier heb je vijf broekjes zitten hierin. Dus dan, dat scheelt ook alweer. Dan heb je vijf nieuwe broekjes. In een maatje M. Dus gewoon prima. Niet heel bijzonder. En dan kocht ik nog twee setjes. En allereerst kocht ik dit hele leuke setje. Dit is een, het zit nu nog aan elkaar. Het is een roze setje, gewoon een roze BH met een bijpassend broekje. Heel erg leuk. Ik vond, het materiaal sprak me wel aan. Ik vond de kleur leuk. Ik vond het patroontje ook wel leuk dat erop zat. Dus hey, ik dacht, dik prima. En de setprijsjes die zijn daar zo goedkoop dat je het eigenlijk ook gewoon prima vindt. En ik hou zelf gewoon heel erg van setjes. En dan kocht ik nog een setje en ik kocht dan een rood setje. Deze zit trouwens niet aan elkaar, dat is deze. Mooie rode. Ik vond het wel heel erg leuk. Ik had niet zo heel veel rood. Ik dacht deze keer wat anders. Met uiteraard ook een bijpassend broekje. Dus gewoon eventjes wat ondergoed erbij.
Dan kocht ik sokken. En sokken die zijn altijd wel heel erg fijn. Ook van de Primark. Meestal als ik bij Primark kom, dan haal ik ook gewoon sokken. En ik kocht nu sokken met katten erop. Want ja, ik ben een kattenliefhebber. En dit zijn drie paar sokken. Deze drie zitten erin. Ik hoop dat het goed zichtbaar is. En dan heb je gewoon drie paar. En je hebt een roze. Oh, twee paar roze en een beetje een groenere. Ja, ik vond ze gewoon heel erg schattig. En ja, je moet toch sokken hebben om aan te trekken. En helemaal, ik zat ook te denken, ja, zal ik voor die enkel sokjes gaan? Maar ja, goed. Als ik nu naar het weer kijk, lijkt het wel een beetje herfst. Dus ik denk, ik ga gewoon nog wat weer voor normale sokken. Want ik weet niet of we nog echt heel veel zomer gaan krijgen. En deze kan ik ook prima aan in sneakers op zich. Met een gewone broek erbij. Dus geen probleem. Dan kocht ik ook een pyjama en ik kocht deze met een pandabeer erop. I don't do mornings. En ik vond dit wel heel erg leuk. Echt een passende tekst. Het is gewoon met een hemdje. Gewoon, ja, vind ik altijd wel lekker zitten. Heel erg leuk. Het zit dan ook op de broekjes staan ook allemaal pandabeertjes. Super schattig. Ze hadden hem ook in het groen, maar ik vond deze kleur toch gewoon leuker. Dus ik ben voor deze kleur gegaan. Lekker schattig en... Ja, weet je, het moet ook gewoon kunnen. Je hebt het gewoon thuis aan. Ik hou er wel van. Ik wilde eigenlijk heel graag die met de kat, maar die hadden ze helaas niet meer. Ik vond deze ook super leuk. Dus ik dacht, dan ga ik voor de pandabeertjes. Dan kocht ik een zomerjas. Ik had eigenlijk helemaal geen zomerjas meer. En ik wilde eigenlijk al een tijdje een nieuwe, maar ik had eigenlijk nooit echt iets gevonden wat ik wel heel erg mooi vond. En toen kwam ik deze bij de Primark tegen. Het is deze jas. En ja, het is gewoon zo'n jas met knopen. En ik vond dit wel heel erg mooi. Want het heeft gewoon. Het ziet er altijd best wel netjes uit. Het heeft een ceintuur die je gewoon dicht kunt knopen. Ik weet niet eens of die eigenlijk ook zakken heeft. Ja, hij heeft zakken, maar die kunnen niet dicht. Dus dat is misschien ietsjes minder. Maar oké, okay, dan moet je er gewoon niks in stoppen. Meestal heb ik toch een tas bij me. Maar het is gewoon een hele mooie basic jas. Waar ik wel heel erg blij van werd. Ja. Kan ook gewoon prima voor net. En ik hou altijd wel een beetje van dat net. Ik heb ook gewoon nog wel zo'n stoer leren jasje. Dat kan echt, bijvoorbeeld vind ik ook heel erg tof in combinatie met een mooie broek of zo. Maar ik vind gewoon zo'n jas vind ik gewoon voor het net ook altijd wel heel erg mooi. En ja, ik was hier hou ik gewoon heel erg van. Ik was hier eigenlijk wel naar op zoek. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Dus een nieuwe jas. Dan kocht ik ook een lipstift bij de Primark. Dit is een Rich Color lipstick met vitamine E. En deze zit in een doosje. Ik ging voor de kleur. Even kijken of ik het een beetje kan lezen. 02 Provocative Pink. Er waren echt al heel veel doosjes opengemaakt. Dat is altijd heel erg jammer. Maar het leuke van deze lipstick is... zo ziet de huls eruit. Best wel mooi, vind ik. Je moet op de onderkant duwen. En dan kan je hem openmaken. En dan ziet de kleur er dus echt zo uit. Hij is lekker fel. Ik hou er wel van. Hij past wel goed bij mijn nagels nu trouwens. Maar ik vond het wel een heel erg leuk kleurtje. En ik vond die verpakking ook gewoon super tof. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Want ja, dat kom je eigenlijk niet heel vaak tegen. En dan zit hij gewoon heel erg mooi terug. Hier hadden ze echt verschillende kleurtjes van. Maar er was al heel veel opengemaakt. En de kleur die ik echt heel erg mooi vond, die hadden ze helaas niet meer. Want die was helemaal al gebruikt. Maar ik vond deze kleur ook heel erg tof. Dus toen ben ik voor deze kleur gegaan. Dan vond ik bij de accessoires de chokers. En ik wilde daar al heel graag even kijken bij de chokers van de Primark. En ik zag chokers met letters. En toen kwam ik deze choker tegen met de letter A. Nou ja, ik vond het zo leuk van mijn naam. En... Ja, dat ik hem gewoon heel erg tof vond, omdat ik dacht, ja, die moet ik echt meenemen. Ik weet niet of deze verschuift, dat hij echt goed blijft zitten. Ik denk dat hij zit wel echt vast. Nou, dat vind ik wel super tof. Dan kan hij in ieder geval niet verschuiven, maar ik vind deze gewoon super tof met die letter erin. Het was even zoeken of dat er een A'tje hing, maar toen ik die zag, toen dacht ik, oké, die moet echt in mijn mandje. En ja, voor de prijs hoef je het niet te laten. Dan was ik ook op zoek naar een nieuwe portemonnee. Als je mijn vlogs volgt, dan heb je kunnen zien dat mijn lieftallige katjes in mijn huidige handtas een plasje hebben gedaan. Dus die roken helemaal naar de urine. Ik heb hem nog geprobeerd helemaal schoon te spuiten, maar dat valt echt niet tegen met heel veel van die geurtjes. En dat buiten er dus uit dat alles eronder zat wat erin zit. Dus ook mijn portemonnee. Ik zocht een nieuwe portemonnee. Ik kwam deze tegen. En dit is een portemonnee met ja, twee van die fake ritsjes. Ik vond dit wel heel erg leuk staan zo. Hij voelt ook best wel stevig aan. Hoor. En aan de binnenkant heb je dan gewoon
ja, je hebt een gewoon ritsvakje, plek voor pasjes, plek voor kleingeld. Hij is nog best wel wat stroef. Ik ben normaal gewend dat ze iets verder open gaan, maar ik vond deze gewoon heel erg tof. En ik hou ook gewoon echt heel erg van, ja, van dit design gewoon. Ik vind dat super tof. Deze portemonnees, die vind ik sowieso heel fijn met zo'n rits bovenin. Dus deze kocht ik. In het zwart, ze hadden twee kleuren. Ik hou gewoon van zwart. Ik ging voor zwart. En het laatste item wat ik bij Primark kocht, dat is een nieuwe handtas. Ik moest dus ook een nieuwe handtas hebben. En ik zag dat ze dus precies dezelfde handtas hadden, passend bij de tas. Vond ik heel erg tof. Ik vind dit model heel gaaf. Ik wilde echt al heel lang graag zo'n model. Ik vind het heel erg tof. Hij heeft ook van die nopjes aan de onderkant. Kun je hem lekker neerzetten. Super tof. Dat zilveren vind ik ook wel mooi met dat zwart. Want ik hou iets meer van zilver dan van de gouden details. Ook heeft hij een hengsel hier. Die gewoon vast zit, zeg maar, die je er ook af kunt halen. En hij heeft dan gewoon een heel groot vak met, ja, hier nog een vakje voor je telefoon, maar ook hier nog een ritsvakje. Super tof. Ik vind gewoon de combinatie bij elkaar, ja, dat past. Daar hou ik heel erg van. Dat vond ik echt super leuk dat ze dat ook hadden, want ik wil het eigenlijk altijd liefst gematcht hebben. En ja, daar ben ik heel erg blij mee, dus ja, heel fijn. Dan waren dit alweer alle producten die ik kocht. Ik ben super blij met mijn aankoopjes. Ik kan nu lekker alles gaan gebruiken. En ja, vind ik super fijn. Ik vond het ook wel heel erg leuk om hier een keer bij Primark te zijn. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk voor meer kleding ging. Maar ze hadden gewoon niet zo heel veel wat mijn smaak was. Wat ik leuk vond. Dus vandaar dat ik qua kleding niet zo heel veel heb gehaald. Maar ik ben met de spullen die ik heb gekocht gewoon super blij. Ja, dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's en van mijn weekvlogs, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. En dan wil ik je voor nu heel erg bedanken voor het kijken en zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!